Hoi, dan gaan we er nog verder mee. Ik ga me eerst zorgen dat ik de naad die hier zit en hier zit in ga vullen. Dus weer met die lichtere kleur blauw. Over de donkerblauw. Dan ben ik dus eerst blauw op mengen. Zoals je hier kunt zien, heb ik hier een lichtblauw gemengd. Ik kan het plaat wel aanzetten, maar ik heb te weinig plaat. Dus ik laat je af en toe zien welke kleur ik nu ga gebruiken. En weer de platte filbertkwast. Dat is nou de naad die rechts op de mouw zit. Kleur ik nou licht in. Ik sta een klein beetje blauw over, omdat er dan die naad blijft zien. Spoelen we eruit. Doe gelijk een stuk ernaast op mee. Dat nog achteruit steken doet. Daar sta ik ook weer een beetje blauw over. Zo, dan maak ik hem weer een beetje donkerder. Zoals ik het bij de vorige stuk ook heb gedaan. Om te zorgen dat ik de boel donkere plekjes overheen kan zetten. Maar het is niet donker genoeg. Het is iets meer blauw, iets meer zwart erbij. Meer blauw dan zwart. Vergelijk eventjes met een stukje wat ik al geschild heb, had de kwast erbij. Ja, ik heb de goede kleur nu. Dus in de verf die nog nat is, schilder ik het donker stukje. Ik sla soms een beetje lichtblauw over. Dan maak ik dat lichtblauw zelfs nog een beetje lichter. Kun je ook zien. Dat heb ik hier een beetje lichter gemaakt. Ik moet zelfs nog een beetje meer doen. Ik moet hem heel licht hebben. Als ik te veel aan de kwast heb, geef ik hem op alle plekken pas voor de palet, veeg ik het even weg. En ik zie dat ik hier nog een witter naadje naast maken moet. En veeg die dan uit. Nou, die kwast zet ik even in de pot. Nou ga ik de donkere blauw pakken. Die neem ik, moet ik zelfs nog een beetje donkerder pakken. Maken, want ik moet weer donkere stukken gaan maken. Nou, hier ziet overal zie je soort vlekjes op die naad. Dus die geef ik allemaal aan en ik veeg ze een beetje uit. Iedere keer doe ik dat. Plekje maken, uitvegen. Ik zie een soort driehoekje hier zitten. Welke nog verf uiteraard in de kwast nemen. Anders krijg je hem niet goed. En hier ga je zo stukjes opmaken. En heel uiteindelijk gaat het uitzien of dat er allemaal van die kleine vouwtjes in zitten. Wat je vaak in die naden ook ziet. En zo kleed je eigenlijk langzamerhand die naad aan. Nou, er komt nog een derde kleur bij, want ik moet eigenlijk nog wat extra een soort accent aanbrengen. Ik geef alleen nog aan vast waar die donkere delen zitten. Nou, dan spoel ik hem uit.
Dan ik wel heel licht blauw pakken. Om te zorgen dat ik daarmee accenten aanbreng. Op die kleine naadjes. Dus dat is de lichtblauw. Wat ik eerst hier bij de rand ook gebruikt heb. Hier wat wit verschijnen. Wrijf ik een beetje uit. Ja, dat is eigenlijk de naad, het randje van het andere stuk. Dat doe ik even mee trekken. Zodat ik een beter te zien naad krijg die beter te zien is. Dat doe ik aan deze kant ook. Een beetje nieuwe verf pakken. Altijd zorg dat je eigenlijk daarvoor niet te veel verf aan je kwast moet zetten. Altijd zorg dat het beetjes zijn. Niet te dunne of te dikke. Naden gaat maken. Je ziet al dat langzamerhand de rand al te zien is. Dan ga ik de rand zelf ook lichtere delen aanbrengen. Om te zorgen dat je dat beter kunt zien. Je ziet zelf aan de foto waar de lichtere stukjes zitten. Als je een goede leuke foto hebt, is het niet zo moeilijk om dat te zien. En voilà, je hebt een naad en een rand.